Ook dit jaar is er weer een Sinterklaasactie in Bokstel. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Ik sta bij Natasja, bij Els en bij José. En het is weer zover de jaarlijkse kinderen... Hoe heet het precies? Sinterklaasactie, Sinterklaas voor ieder kind. Sinterklaas voor ieder kind? Ja. En we hebben er weer zin in, dames, hè? Ja, het wordt elk jaar groter, hè? En dan heb ik begrepen, Els, jij bent toch een van de drijvende krachten. Ja. Wat doe je precies? Zeggen ze. Ik pak het uit en ik ga het op de plaats zetten. Ja? Els, ja. Alles decoreren, mooi. Sorteren. Deel het straks mee uit. Sorteren, decoreren. Alles. Ja. En eigenlijk, hè, zonder ons Elsje... Kan het niet doorgaan. Zijn we eigenlijk nergens. Heel eerlijk is eerlijk. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ja, want we hebben natuurlijk allemaal ons werk. Jij bent hartstikke druk. En dan is het toch fijn als er iemand is, ja, die daar tijd voor heeft. En zin in heeft. Ik vind het mooi om te doen. Ja, en dat is Els al voor het derde jaar, Els, hè? Ja. Ja, derde waarom jaar. Is dat nou zo leuk om te doen? Ja, dat weet ik niet. Dat doe ik heel mijn leven al, van alles. Fijn om andere mensen blij te maken, denk ik. Ja, ja. Els doet ook. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, Els. Wat je altijd voor de dakloze mensen doet. Mutsen braaien, iedere. Serieus? Ja, ik heb alweer 50 klaar liggen. 50 mutsen? Ja. 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 Lekker met de weer. Ja, zeker. Ja, dat is dankbaar weer. Ja, dankbaar weer. Ja, vleugels moeten hebben. Ja. Dat is zo. Nou, ja. Waar ik vleugel hier geweest. Ja, nee, maar eerlijk is eerlijk. Je bent altijd van de goede doelen, Els. Dat is leuk. En dan hebben we José. Kun jij vertellen wanneer het kan? Ze kunnen nog steeds speelgoed inleveren, hè, deze week. En volgende week donderdag de 14e november en vrijdag 15 november... dan gaan we het uitdelen van 6:30 tot 8:30. S'avonds neem ik aan. Ja, s'avonds in de avond. En dat is niet voor de kinderen, hè? Dan moeten we er even bij zeggen. Voor de ouders. Het is echt voor de ouders die hier dan cadeautjes kunnen komen halen... zodat ze de kinderen een leuke Sinterklaas kunnen geven. En de zondag erop... Dat is 22 december, dan komt Sinterklaas in het land. Dus die mensen hebben dan een cadeau. 22 november. November, sorry. Ja. 22 november. Dan komt Sinterklaas hier in Bokstel. En dan zijn de mensen al geweest, de ouders. En dan wordt het allemaal uitgedeeld aan alle kindjes van Bokstel, Liebe, leuk. NS. Een speurtocht volgens mij, voor de kinderen. Ja, speurtocht voor de kinderen. Ja, Sinterklaas speurtocht. Dus dat is wat me nou zo opvalt iedere keer... Het lijkt wel steeds groter en steeds meer te worden. Ja, dat is ook. Het groeit. Ja. Dus het wordt elke keer meer. Maar dat moet ook. Ik zie ook als mijn kleinkinderen jarig zijn, ja, wat een speelgoed die krijgen. Vroeger kreeg een kind één cadeautje als je jarig was. Ja. Ja, tegenwoordig is het wel meer. Maar met deze actie, wat ik ook heel leuk vind en een beetje... Het komt het jaar erop weer terug... Dus het rouleert mooi. Dan denk ik, want ja, de kinderen hebben zoveel speelgoed natuurlijk. Het is eigenlijk allemaal bijna nieuw wat er nog staat. Dus voor een duurzame wereld, daar zijn we eigenlijk ook heel goed voor bezig. Ja, ook dat. De deur dicht. Nou. Kijk, wie hebben we daar? Hallo. Wie hebben we daar? Een bekend gezicht. Oh ja, enorm. Wij zijn Ans en Tabo. Tabo, welkom. Wij kennen jullie van het tv-programma. Ja, Steenrijkstraat aan, dat klopt. Ja. En wij zijn op een uitnodiging van Natasja om hier voor Tabo iets uit te zoeken voor Sinterklaas. Ja. En jullie hebben de weg naar de Rechterstraat kunnen vinden. Oh ja, maar het was een hele rit, dat weet ik wel, want we komen zelf hier niet vandaan. Het is onze eerste keer naar Brabant. En hoe vindt u het in Brabant? Ik vind het geweldig, ik ken het al wel. Ik ben wel vroeger ooit eens in Brabant geweest, maar Tabo zei van de stationnetjes zijn zo mooi. Ja. Ik, ik vind het geweldig hier. Ik vind het een mooi stadje. Ja? Ja. Zou je hier willen wonen? Ja. Oh. Er zijn heel aardige mensen hier in Bokstel. Denken we. En er is heel veel speelgoed in Bokstel. Kijk maar eens om je heen. Oh, wauw. Ja. Ja. En ik heb begrepen dat jij iets uit mag zoeken. Yes. Wat zou je dan uit willen zoeken? Een stuiterbal. Oké, dan gaan we zo meteen naar op zoek. Nog een vraagje. Wat vindt u van de actie? Ik vind gewoon, dit is een geweldige actie. En zoals ook met Sinterklaas inderdaad, ik kan Tabo niks aanbieden. En ik vind eigenlijk, een kind mag je niet tekort doen. En dan zijn er zulke lieve mensen die dit allemaal organiseren. En dat je dan... toch iets je kind kan geven. Dat is toch geweldig? Wat heb je daar, Tabo? Stiften. Stiften. Dat is wel mooi, hè? Ze zijn gewoon nog nieuw, hè? Zitten de punten... Zie je dat? Het is gewoon hartstikke nieuw. Zitten de punten nog op? Ben je nou ergens naar op zoek? Ja.
Ik heb het gevonden. Wat heb je gevonden? Stuiterballen. Serieus? Ja. Volgend jaar weer, hè? Zeker weten. Zeker weten. Ja. Els leeft er heel het jaar naartoe, hè, Elske? Ja. Zolang ze mijn scootmobiel naar hier brengt, dan ben ik er ook. Ja, kijk. Hoppakee. Succes, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.